belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. XS Journaal, vers van de pers. Een kapitein van een boot is gisteravond omgekomen als gevolg van een bootongeluk op het Spaanse water. Het gaat om een man die op een boot vaarde na het vallen van de avond. Politie en kustwacht onderzoeken de zaak en weten nog niet precies wat zich heeft afgespeeld. In de media wordt onder meer gesproken over een boot die te snel vaarde en ook zonder licht. Door het ongeluk raakte de kapitein zwaar gewond. Hij kreeg op het Spaanse water medische hulp van het toegesnelde ambulancepersoneel, maar kwam uiteindelijk toch te overlijden. Drie bedrijven hebben een bod gedaan voor de overname en exploitatie van de Ursula-raffinaderij, de Curaçao Refinery Utilities Cru en de olieterminal bij Bullenbaai. Dat heeft Refineria di Curaçao bekendgemaakt. De deadline voor het aanbod was op 18 december. Drie bedrijven hebben daadwerkelijk een serieus bod gedaan en voor het eind van het jaar wordt bekend wie als preferred bidder zal worden aangewezen. Dan wordt er vanaf het begin van 2021 alleen met die partij verder onderhandeld. Afgelopen vrijdagnacht bij Piscadera werd een feest ontdekt door de politie. Het ging om meer dan 100 mensen die ook alcohol dronken en zich daarmee niet hielden aan de coronamaatregelen. De politie heeft de mensen geen boete gegeven en in het weekend werd uitgelegd dat dat kwam omdat er te weinig manschappen waren om iedereen een boete te geven. Er is wel besloten dat de politie vanaf nu 's avonds in grotere getale aanwezig zal zijn op straat, om in het geval dat er weer zo'n feest wordt georganiseerd mensen wel allemaal een boete kunnen krijgen. De politie heeft een van de mannen aangehouden die op 18 november uit de barakken bij de SDKK-gevangenis was ontsnapt. Hij maakte onderdeel uit van een groep van 17 ongedocumenteerden die vastzaten in de barakken en die door een gat in de muur weg wisten te komen. Er zijn nog meer dan de helft van de mensen voortvluchtig, maar de politie zegt er alle vertrouwen in te hebben dat ze binnenkort alle mensen zullen arresteren. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Er zijn nog steeds klanten van de Girobank die niet aan hun geld van hun rekening kunnen halen. De situatie rond de bank is nog steeds niet opgelost en Curaçao heeft een lening van 170 miljoen aan Nederland gevraagd om te helpen bij het oplossen van de situatie rond de Girobank en de klanten die nog op geld wachten. De Rijksministerraad heeft nu besloten onderzoek te gaan doen naar de situatie bij de Girobank om op die manier Curaçao te kunnen helpen en het geld te kunnen lenen. Kerst is traditiegetrouw een feest waarbij veel mensen thuis lekker eten en drinken. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de prijsverschillen voor de typische kerstproducten. Daaruit kwam naar voren dat er niet hele grote prijsverschillen zijn, maar de bond raadt mensen wel aan goed te kijken waar ze hun producten zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen. Dit weekend heeft kapelaan Norwin Martina en zijn team meer dan 600 broodjes uitgedeeld in de SDKK-gevangenis. Het gaat om pan dulce di Pascu, ook wel pan di amor genoemd. Op die manier wil de kapelaan iets bijzonders doen voor de mensen die tijdens de kerstdagen gevangen zitten in de SDKK-gevangenis. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. XS Journaal, vers van de pers.